allemaal en welkom bij een extra video op de woensdag. En het is vandaag Valentijnsdag. Hooray! Ik ben wel van Valentijnsdag, tenminste. Ik vind gewoon dat er altijd een goed excuus is om de liefde te vieren. Niet zozeer dat ik nou per se allerlei rare Valentijnsdingen ga doen. Maar ik vind het wel belangrijk om, nou ja, als er zo'n momentje is, om daar gewoon even met z'n tweetjes bij stil te staan als je een partner hebt. Nou, zoals jullie weten heb ik met Sven, wij zijn getrouwd en wij zijn inmiddels 9 jaar samen afgelopen, of 2 weken geleden waren we 9 weken samen. 9 jaar samen. En deze zomer zijn we dan alweer 3 jaar getrouwd, 2 jaar getrouwd. Niels is 2, Niels zat in mijn buik. Dat zal wel 3 jaar zijn. Goed. Goed, ja, 3 jaar getrouwd alweer. En hoe hou je het leuk? Dat is de vraag. Nou, ik dacht ik ga dit keer geen Valentijns make-up look doen of outfits of dat soort dingen. Maar gewoon eens vertellen hoe je zo'n lange relatie en zeker als je ook gewoon een baan hebt en een kind, in mijn geval ook nog zwanger bent, hoe hou je het een beetje leuk? En dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk, maar ik geef gewoon dingetjes die wij doen. Of proberen te doen, want wij zijn ook mensen en dat lukt ook niet altijd. Ik heb een roze kussentje op de achtergrond gelegd. Ik had rozen willen kopen, maar de bloemenleverancier was nog niet bij de bloemenwinkel geweest. Dus ze hadden niks. Dus we doen het hiervoor. Wij zijn dus nu 9 jaar samen. En wat wij vroeger, toen wij nog geen kinderen hadden, is elke maand een date, gewoon omdat het kan. Nou, dat wordt tegenwoordig, en dan was je natuurlijk sowieso heel veel uit eten, maar zeg maar 1 keer per maand stonden we ook echt even bewust bij stil dat we weer een maand samen waren, zeg maar. Nou goed, dat ging natuurlijk steeds, dat verwaterde een beetje naarmate ik zwanger werd, Niels kwam. We proberen nog steeds af en toe een weekendje weg te gaan samen. Of Niels gewoon uitlogeren bij mijn ouders of bij Sven's ouders. Zodat je af en toe echt even quality time hebt. Maar ik moet zeggen, het is echt lastiger als je ook nog een kind hebt. En je normaal ook aan bepaalde dingen niet toekomt. Dan wil je dat juist op het moment dat hij uitlogeren is, doen. Maar dan proberen we bijvoorbeeld 's avonds wat te doen. Of we gaan naar de film of uit eten. En persoonlijk ben ik altijd wel voor uit eten. Of anders lunchen desnoods. Omdat... dan kan je echt even praten. En de film is dus heel leuk. Ik bedoel, dat kan je er gewoon bij doen. Maar ik vind, zeg maar, vooral als je ouders bent, zeg maar, gewoon praten. Niet over de opvoeding van je kind of over de was doen. Maar gewoon praten over elkaar en het leven, zeg maar. Dat schiet er nog wel eens bij in. En zeker, ik ben echt een prater. Maar Sven is van nature niet zo'n prater. Dus daar moet je gewoon wel echt voor gaan zitten. Ik kan nog wel alles eruit gooien, zeg maar. Maar ja, bij hem is dat... ja, anders. Dus daar heb je gewoon, dat vind ik dan belangrijk om daar echt tijd voor te maken. We hebben nu het plan om bijvoorbeeld elke 6 weken gewoon een date night in te plannen en dan oppas te regelen. Maar ik vind het nogal wat vragen. Mijn ouders wonen in de buurt, Sven's ouders niet. Ik vind wel wat vragen van mijn ouders die al allebei een dag in de week oppassen, omdat Sven nu tijdelijk 40 uur werkt. Vind ik het nogal veel om dat dan ook nog te vragen. En onze buurvrouw wil het ook graag doen, maar die vindt het een beetje spannend om Niels in bed te leggen. Dus misschien dat we dan gewoon gaan kijken of we dan gaan wat later eten of zo. Nou, zoiets. Daar zijn we wel mee bezig, want we merken, ja, je komt er gewoon minder makkelijk aan toe. En we gaan dan wel eens bijvoorbeeld met z'n drietjes uit eten, maar ja, dat is echt anders dan met z'n tweeën. Dus het is gewoon echt met kinderen lastiger. Ik bedoel, dat ben de eerste die je toegeeft. Maar je gaat, er komen wel andere dingen voor terug. Wij gaan bijvoorbeeld op zondag hebben we gewoon... standaard dat we een serie kijken in bed. Op zondag dan verschonen we ook het bed zo. En dat is een ritueeltje met mittens. En dan daarna gaan we gewoon lekker met z'n tweeën in bed liggen. En dan gaan we een serie kijken. En dat is natuurlijk niet heel spectaculair. Maar dat zijn ook gewoon dingen dat je even vaste momenten. Dat je in ieder geval weet. En normaal, weet je, we zijn sowieso veel thuis. Want jij hebt een kind, dus je kan niet de hele dag oppas regelen natuurlijk. Dus dat je wel in ieder geval probeert... je kan best, zeg maar, iets dat ik tv kijk en Sven de tablet, of ik een boek lees en Sven de tablet, of nou, weet je, dus je hoeft niet per se dat iets samen te doen, maar we zorgen wel dat we bij elkaar zitten. We zitten altijd tegen elkaar aan de bank.
net als in bed, dat je gewoon wel tegen elkaar aan ligt. Gewoon dat je wel bewust bent van dat je samen bent en niet alleen. En af en toe schrijf ik bijvoorbeeld een kaartje voor hem. Dan koop ik een kaartje en dan schrijf ik hij liefst op. Of hij neemt een keer bloemen mee. Gewoon van die kleine dingen om nog even te laten merken dat je elkaar lief vindt. En dat vind ik heel belangrijk. Maar wat we nu dan ook doen, juist omdat we een kind hebben. En ja, dan is het gewoon af en toe lastiger. Wat we dan doen is bijvoorbeeld gaan we boswandelingen maken. Dat is dan wel met Niels. Maar ja, bij een boswandeling praat je wel meer of zo. En dan is Niels gewoon een beetje in het bos aan het rossen. Dan gaan we daarna warme chocomel drinken. Dus je doet ook meer zeg maar date dingen waar dan je kind natuurlijk bij is. En wat ik ook echt leuk vind, en wat we eigenlijk voor kinderen minder vaak deden. Want dan ging je vaak gewoon stappen met vrienden. Maar nu gaan we regelmatig eten met vrienden. Bij ons thuis of bij vrienden thuis. Afhankelijk van of ze ook kinderen hebben of niet. En dat vind ik ook echt leuk. Dus dat is niet echt een date met z'n tweeën. Maar vind ik ook altijd hele leuke avonden. En dat je, soms doen we gewoon een spelletje. Maar soms ook gewoon echt goede gesprekken over de zin van het leven. En juist omdat je met een ander stel bent, heb je ook een soort andere gesprekken. En ik vind dat ook, dat vind ik ook heel leuk om samen zeg maar te doen. Dus het zijn, je moet het gewoon in iets kleinere dingen zoeken dan... Je kan gewoon niet meer elk weekend samen weg en uit eten. En dat lukt niet meer. Ik heb van Sven dit jaar een heel leuk cadeau gekregen voor mijn verjaardag. En dat was een doos en daarin zaten kaarten. En elke kaart was een date. En dat ging gewoon van een home spa moment tot uit eten tot een weekendje weg, zeg maar. En ik weet niet wat er nog meer in zit, want ik was in augustus jaar, dus ik heb er pas een paar natuurlijk opengemaakt. Maar dat vond ik ook zo'n leuk idee als cadeau, zeg maar, om dat aan iemand cadeau te geven. Bijvoorbeeld ook voor Valentijnsdag misschien wel leuk. En dan heb je gewoon een soort van garantie dat je elke maand deed. Hij heeft natuurlijk niet alles al georganiseerd, want dat is niet te plannen ook met oppassen. Van, joh, kan je over een jaar op dinsdag oppassen? Maar, dus daar moeten we dan wel weer... En toen was de batterij leeg. Ik had helemaal mijn SD-kaart helemaal leeg gehaald, maar de batterij had ik niet over nagedacht. Maar ik was aan het zeggen, volgens mij, over het plannen. Dat waren denk ik ook wel mijn belangrijkste tips. Het is vooral belangrijk, don't take each other for granted. Ik weet niet hoe doe je dat in het Nederlands het mooiste kan verwoorden. Maar neem elkaar niet voor lief. Ja, dat is het. En het kan in de kleine dingen zitten. En als je nog geen kinderen hebt, ga er vol voor. En ga maximaal voor de dates en met kinderen. Wees ook blij met wat minder, hou het simpel. Een avondje lekker thuis op de bank met kaasjes en een wijntje is ook een date als je dat maar zo maakt. Zet de tv uit, ga een spelletje doen samen of ga een keer lekker een avond uitgebreid koken. En daarin zeg ik zeker niet dat wij perfect zijn hoor, want dat is echt absoluut niet het geval. Maar, want ook wij hebben nu zeg maar in de decembermaanden heb je het natuurlijk heel druk. Zeg maar november, december hebben wij het heel druk. Nieuwsjarig, kerst, Sinterklaas, oud en nieuw. En dan verwatert dat ook. Dus ook wij moeten weer eventjes... Januari is alweer voorbij. Maar februari. Wat gaan we doen? En toevallig zijn we allebei een weekend weg. Dus je hebt al twee weekenden minder. Dus dan probeer ik ook echt dat we daar omheen ergens een moment krijgen dat we even samen een date hebben. En het kan gewoon in de kleine dingen zitten. Als de man een keer een bloemetje meeneemt. Of jij een keer een kaartje schrijft. Of als je iets ziet liggen in de winkel, bijvoorbeeld een leuk boek of zo. En dat je denkt, dat past echt heel erg bij mijn vriend of vriendin. Dat soort kleine dingen. Dat je dan laat je even merken dat je nog in iemands hoofd zit. Niet als alleen maar opvoeder van je kind, maar ook als je partner. En vier... Sommige momenten gewoon. Vadersdag, weet je, ook al ben je er niet van, het is een goed excuus voor een feestje. Als je, zoals wij, 9 jaar getrouwd zijn, of 9 jaar samen zijn, of als we straks ook weer bijvoorbeeld 3 jaar getrouwd zijn, vier het, maak er een momentje van. En misschien is Sven's cadeautip nog wat, dat je gewoon een jaar lang aan dates cadeau geeft aan iemand. Dat is, vond ik in ieder geval echt, ik had er zelf niet op kunnen komen, ik vond het echt een briljant cadeau en... dat maakt dat je gewoon elke maand iets leuks gaat doen samen. En of dat nou... het was ook een keer, waren we ergens en dan had hij geregeld dat we samen een strandwandeling konden maken.
Nou, weet je, dat soort kleine dingen. Hoppatee. Dus dat waren mijn tips om de relatie date-wise ook een beetje leuk te houden. En laat jouw tips ook vooral hieronder. Heb je kinderen? Hoe doe jij dat? Want dat is volgens mij de grootste uitdaging. Kinderen die zorgen gewoon voor dat je niet zomaar meer op elk moment van de dag het huis uit kan met z'n tweeën. Ja, dat werkt niet zo. En dat is ook niet erg. Maar daar moet je gewoon wel even over nadenken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil jullie een prachtige Valentijnsdag wensen. En een hele verder fijne dag. Ook als je het niet aan Valentijnsdag doet. En ik zie je heel graag zondag weer bij een nieuwe vlog. Doeg!